Druten gaat even terug in de tijd, terug naar de 19e eeuw. Allerlei verhalen van de beroemde schrijver Charles Dickens komen vandaag even tot leven tijdens de 10e editie van het Dickensfestijn. Wat vindt u van het Dickensfestijn? Gezellig. Ja, het geeft een leuke sfeer. Waarom bent u hier naartoe gekomen? Even een mooie impressie opdoen van het sfeertje. Wat maakt de sfeer nou zo leuk dan? Nou, alle verklede mensen, praatjes maken met bekenden, wat lekkers af en toe. Wat bent u allemaal tegengekomen? Wat zingende koortjes en verklede mensen. Vertel, wat ziet u er prachtig uit? Wie bent u precies? Dank u wel. Ik ben een dame uit 1860... de Victoriaanse tijd. En we beelden hier met de stand uit hoe het huishouden uit die tijd eruit zag. En wat u nu aan heeft, droegen ze dat ook in die tijd? Ja, dat droegen ze ook in die tijd. Ja. Ja. Wat ziet u er nou? Ik vind u er een beetje eng uitzien. Ik ben helemaal niet eng hoor. Nee? Ik ben juist heel goed voorbereid. Ik ben een pestwijf. Een pestwijf? Nou, dat klinkt niet zo lief. Nou, dat hoeft helemaal niet. Maar vroeger hadden wij natuurlijk in de tijd van Dickens... hadden wij geen corona, maar de pest. Ja. En wij hadden in het snavel, dit is niet echt een echte, wij wilden een beetje chiquer uitzien vandaag, omdat het ook zondag is, medicijnen en kruiden erin zitten om de pest tegen te gaan. Dus het is eigenlijk een mondmasker wat wij dus de huidige tijd hebben. Hebben wij een pestmasker, hadden wij in de Dickens tijd. Ja, ik zal zeggen, ik krijg hele leuke opmerkingen dat kinderen denken dat ik van de Masked Singers ben, maar ik kan helemaal niet zingen natuurlijk. Wat deelt u uit? Nou, we delen niks uit. We laten mensen wat winnen. Oh, wat kunnen de mensen winnen? Snoep en nog meer snoep. Maar snoep ook uit de tijd van vroeger? Ja, zeker. Uit de Victoriaanse tijd. Victoriaans snoep. Nou, zou ik misschien ook een stukje mogen proeven? Dat mag zeker, maar dan moet je wel eerst draaien aan het rad. Moet ik eerst, mag ik dat nu doen? Draait je maar even. Ja, oké. Okay. Oh, dat vind ik wel leuk. Even aan het rad draaien hoor. Oké. Okay. Het rad draaien hoor. Even kijken, ja, large de hoofdprijs. De hoofdprijs. Nou. De hoofdprijs te pakken, dit geloof je toch ook niet? Dan krijg je van mij een bon hoor, wacht geen momentje. Nou, ik ben wel heel blij met de hoofdprijs. Kijk, dat zijn 3 grote snoepjes heb je nou. 3 grote snoepjes, oké. Okay, en die kan ik hier afhalen? Bij de snoepwinkel. Ik heb de hoofdprijs gewonnen. Nou, ongelooflijk. En wat houdt dat dan in? Nou, dat betekent je mag er 3 uitkiezen en dus ook 1 van de grote. Of ook 3 grote. Oh, dat ziet er allemaal wel lekker uit. Wat raad je nou aan? Ik kan de karamel heel erg aanraden. En ook de noga. Dropjes zijn natuurlijk altijd goed. En verder ja, kaneelstokjes of kaneelkussentjes. Oh, ook lekker. Ja, doe maar inderdaad die dan. Ja. Lekker karamel. Hij is zelfs zo groot dat ik hem bijna niet kan pakken. Ja. Ik vind de spek eigenlijk ook wel lekker in plaats van noga. Ik ben niet zo van de noga. Ja, heel goed, heel goed. Ja, en dan doe maar een dropje. Ja. Oud-Hollands dropje. Helemaal goed. Nou, dankjewel. En een hele fijne dag vandaag. Niet ervan. Ja, dankjewel jullie ook.